een netting is. Ja. Van boven zien we dat er mooie rondingen weer zijn. Aan de bovenarmen, aan de rug, ook aan de buste zien we die rondingen. Gaan we kijken naar je onderlichaam. Dan gaan we hier meer iets rechtheid zien, zeker aan die zijkanten. De poep is iets rechter dan het bovenlichaam. En dan kunnen we wel stellen dat het bovenlichaam de ronding in zit en het onderlichaam de rechtheid weer terug in voorkomt. Ook bij jou lopen die stokken volledig recht. Je bent even breed op je schouders als op je heupen. En ook bij jou kan ik duidelijk die taille zien. Je mag het ook altijd benadrukken. De rechtheid zit van boven, dus we gaan proberen boven met een stijgende stof te werken. En dan nog eerder de rondheid zit van boven en de rechtheid zit van onder. Ja. Van boven spoor en van onder liefst recht. Je bent er wel. Dank u. Dus van boven zie je dat je eerder recht gebouwd bent. Je schouders zijn recht, je bovenarmen zijn recht. Ook een profiel heb je eerder rechtere vlakken aan je bovenlichaam. En dus dat is maar niet goed. Gaan we kijken in de zijprofiel, dan heb je een mooi geweldige hoek. En je bovenbenen zijn maar iets, gaan we iets meer die rondingen terugvinden. Goed, dat moet je aan de kijken of je hem evenwicht vindt. Dit gaan we kijken naar de knopjes. Ook hier lopen de stokken mooi recht. Je bent even breed op je schouders als op je heupen. Dus je bent perfect in balans. En ook bij jou kan ik heel goed mijn arm tussen steken. Je hebt een mooi uitgesproken taille. En je kunt altijd kunnen aantrekken. Oké. Ik ben een X-type. Oké. Moet ik denken, dat was een 8-tje, hè? Ja, ik sta. Als we je zijprofiel bekijken, dan heb je hier onderlijn, je mooie onderbuste. Dan kan je onderlichaam, mooie wel. Je bovenbenen zijn mooi rond. Als je voor je gaat staan, zie je ook. Je schouders zijn rond, je bovenarmen zijn rond. Je hebt een mooie taillijn. En als je zijkant van je benen zijn mooi rond. Onze stoppen lopen ook weer recht, waar je duidelijk aan zit dat je schouders even breed zijn als je taille. Dus je bent perfect in evenwicht. En ook bij jou is er hier een mooie spatie, je hebt een mooie uitgesproken taille. Dus je bent zowel boven als aan je onderlichaam ronde beleidingen. Dit moet benadrukken met ronde stoffen, ronde printposen en ronde details. En je maakt de taille een mooie evenwicht. Je bent zowel rondgebouwd aan je bovenlichaam, dus je hebt een mooie ronde buste. Aan je onderlichaam zien we ook dat je hier die ronding hebt, zowel het zijprofiel als vooraan. Als ik de stokken ga laten vasthouden, gaan we kijken of je in evenwicht bent. En op de stokken lopen recht, je bent hier even breed als hier. En je hebt ook een duidelijke plaatje, want ik kan je hand hier weer tussen staan. Je bent een 8. Schouders, we gaan kijken naar de houding tussen de schouders en de heupen, of die in evenwicht zijn. Je mag de stokken zo vasthouden dat je en op je heupen kan zetten en op je schouders. En de stokken lopen ook recht. Je bent hier even breed als dat je hier bent, dus je bent mooi in evenwicht. En je hebt een duidelijke taille, want ik kan recht mijn hand tussen steken. Gaan we kijken naar jou. Lichaamsbouw zelf. Je ziet dat je hier vooral rechte stukken hebt aan je bovenlichaam. En aan je onderlichaam gaan we even die rondingen zien. Zowel op de heupen als op de bovenbenen, als eigenlijk aan de zijkant van je profiel. Je hebt een mooie warmte, je hebt een mooie buste. Je bent recht gebouwd van onder en rond gebouwd aan je onderlichaam. Dus je bent voor mij X-type. Altijd heel goed je taille accentueren, dat is heel belangrijk bij X-type. Oké. Dank je wel. Dit is echt super mooi. Ja, super. Ja, dan zit je ook. Als je dan kom je ook heel mooi uit. Ja, sorry. Voor deze is dat echt. Ja. Nee, niet. Ik wil spreken meer. Ja, ik heb echt mijn.
Dat is echt. Ja, moet ik eens proberen? Ja, dit staat wel echt bijna in de weg, het jeugd. Want ik denk dat ik altijd sta met geel. Ik denk dat. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar dat gaan we niet. Dat is wel mooi, hè? Dat is wel kom je ook echt een mooie huis van dit? Ja, dat is wel mooi. Dus de bot gaat zo'n test ik gewoon de verkeerde kleding te kopen. Ik weet niet hoe dat je dat hoort. Ja? Dat kan niet. Heel veel zwart. Ja, zwart. En witte haar is ook. Ja, dat is een zwart. Ja. En, maar uw oog weet is ook van witte. Ja, dat is niet zo. Kan ik ook kunnen? Ja, dat is wit, maar ja, nee, dat is omdat ik kijk. Ja, zwaar aan dat maar ik vind deze mooier. Dat is niet mooi, hè? Maar ja, is van de dus eigenlijk, dat is wit en dat is ja. Gokkenwit. Maar dat vraag ik. Ik zit, dit zijn mijn. Ik heb de kleur. Jij hebt donkere kleur. Ja, en zij heeft de lichte kleur. Ja, bij mij is het bruin. Dit is Het is niet wauw, maar het past wel bij je. Mag wel. Ja. Ik vind het mooi. Dat is ook mooi. Dat vind ik mooi van de paard. Ja. Ik hoop dat ik naar die kleur aan het gaan.